In de eerste 10 minuten is het wat zoeken voor de Belgen en de Esten zorgen een paar keer voor gevaar. Zo valt een voorzetschot van Vasiljev op de bovenkant van de lat. De Rode Duivels knokken zich in de wedstrijd en Lama haalt uit met een uitstekend schot dat ook al de bovenkant van de lat raakt. Net als de Belgen de wedstrijd in handen lijken te nemen, is er een hoekschop voor Estland. Vasiljev recupereert de bal, zet gemeten voor en Piroja kopt de 1-0 binnen. Van buiten verliest het luchtduel en Bailly is kansloos. Zo gaan de Belgen met de achterstand de rust in. Ook in de tweede helft zijn de Belgen het meest in balbezit, maar Estland loert op de counter en doet dat perfect. Twee man duiken vrij op voor doel en Vasiljev vloert Bailly een tweede keer met een knap gekruist schot. 2-0. De Belgen willen wel, maar komen nauwelijks aan een kans. Deze schotpoging van Vermalen is een van de weinige in de tweede helft. Het blijft bij 2-0. Toveren kan Dick Advocaat vooralsnog niet. De Rode Duivels staan weer met beide voeten op de grond.